Wereldcerebrale Parese Dag is gisteren gevierd op de Mithielschool. Cerebrale parese is de meest voorkomende motorische aandoening bij kinderen. Omdat deze aandoening onvoldoende erkend wordt in Suriname, besloot de Faculteit der Medische Wetenschappen, FMW, om aandacht hieraan te schenken. De faculteit heeft in verband met deze dag de pupillen van de Mithielschool een onvergetelijke dag bezorgd. Het doel van deze dag is het stimuleren van bewegen, sport en spel voor de kinderen met cerebrale parese en andere motorische aandoeningen. Eveneens zijn leerkrachten, ouders en verzorgers geïnformeerd over CP. Volgens Delia Plein, student fysiotherapie op de FMW, gaat deze dag meer om de awareness over deze aandoening te bevorderen. En omdat het Wereld Cerebrale Parese Dag is, en het is dus een motorische beperking dat eigenlijk ontstaat door een letsel in die hersenen, waardoor de aansturing van het lichaam een beetje anders gaat bij die kinderen. En omdat dus kinderen met een beperking over het algemeen dus op de Mithielschool zitten, hebben we dus gemeend om een sportdag dus te organiseren voor de kinderen van de Mithielschool. De visie van Wereld Cerebrale Parese Dag is om te verzekeren dat alle kinderen en volwassenen met CP dezelfde rechten, dezelfde toegang en mogelijkheden hebben als een ieder in de maatschappij. Volgens Plein kan dat samen mogelijk gemaakt worden, omdat CP een van de minst bekende en begrepen aandoeningen is. Mensen met CP zijn vaak uit het zicht over de gehele wereld, dus ook in Suriname. Cerebrale parese, dat is eigenlijk door een letsel, ontstaat eigenlijk door een letsel in de hersenen. En die kinderen die zijn soms ook gewoon stijf in hun spieren, waardoor hun gewrichten alles in een bepaalde stand staan. Sommigen kunnen ook evenwichtsproblemen hebben of gewoon hun bewegingen niet onder controle hebben. En de Mithielschool is eigenlijk de enige plek in Suriname waar de kinderen met een beperking kunnen gaan naar school. Kinderen met cerebrale parese kunnen ook gewoon cognitief goed zijn, maar omdat ze met de rolstoel niet op een normale school kunnen gaan, dan komen die ook naar de Mithielschool. Dat is wel een beetje jammer, omdat sommige kinderen met goede cognitie, die goed kunnen praten, gewoon naar een normale school zouden kunnen gaan. Maar omdat de faciliteiten daarvoor er niet zijn op die normale school, dan komen die kinderen ook naar de Mithielschool. De Lilia Plein, student fysiotherapie aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit. De faculteit heeft gisteren in verband met Wereld Cerebrale Parese een sport en spel en awarenessdag georganiseerd op de Mithielschool.